25 minuten, ik zou ook wel een beetje in de gaten. Wat voor lekkers maken jullie hier? Ei. Oh, lekker. We hebben ogen. En wat hebben jullie? Over de ogen. Lekker. Oh, we liggen in de koelkast. Dit is een toetje? Ja. Ja? En wat is het voor een toetje? Een? Van oh, lekker. Het ziet er allemaal wel lekker uit. Maar ik ben eigenlijk nog even benieuwd, want dit is oma's kookcafé. Ja. Dit heet oma's kookcafé, hè? Oma's kinderkookcafé. Een kookcafé waar kinderen helpen met koken en oma's mogen ook helpen. Dus eigenlijk hebben we bedacht dat oma's ons komen helpen met het koken. En hoeveel jaar doen jullie dit dan? Dit is het tweede jaar en de vierde cursus. De vierde, oké. Okay. Maar en nou, van welke school komen deze kinderen? Hè? De kinderen komen van alle basisscholen uit Denenstraat en Valkenburg. Ze mogen zichzelf inschrijven. Ja. En dit is een kindje van de Eiber en een kindje van de Arnhem. En nou, hoeveel kinderen mogen hier aan meedoen? Hè? Per keer mogen we 14 tot 15 kinderen gebruiken. Ja, op die manier. Ja. En hoe vaak doen jullie dat in het jaar? Twee keer in het jaar. Aha. Het voorjaar en in het jaar. En dus jullie doen het al twee jaar, dus dit is de vierde keer dus, ja. Als ik het even zo bekijk. Helemaal goed. Ja? En we gaan in september met veel energie weer verder. Ah, dus dit is het einddoel, zeg maar. Ja. En dan in september ga je weer verder. In september met het nieuwe schooljaar gaan we weer en hoeveel, met een nieuwe groep. Maar hoe vaak ga je dan met elkaar komen? Hoor? 10 keer. 10 keer? Ja, en de laatste keer gaan we wat groters maken, wat meer maken. Ja? En dan wordt het gepresenteerd aan de vaders en de moeders. En wat mensen van buiten gaat. En dat is dus vanavond ook? En dat is vanavond. Gezellig allemaal. Super. We gaan het meemaken. Ja, dankjewel. Eerst smakelijk. Dankjewel. Wachten. Pizza. Ja, zo hoor. Heet hoor. Weet jullie hebben ons vandaag de hele dag gezien, ik praat even naar mijn kindjes. We hebben alles even geproefd wat jullie gemaakt hebben. En voor mij is het de bedoeling dat we de ouders, papa's en mama's opa krijgen straks, toch? Of niet? Ja, ja, hè? Ja. Dus wij hebben niet alles opgegeten. We hebben alles even beoordeeld en geproefd en het was allemaal fantastisch. En we hebben ook nog een klein presentje voor jullie. Dus we willen even één voor één gaan we even de naam naar voren noemen. En dan ben ik wel even benieuwd wat jullie dan ook gemaakt hebben. Ja? Dan beginnen we met Marcel. De eerste die als diploma krijgt is, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Domein Schwieters. De tweede is Maud van Bremen. Maud. Maud. Ja, zo over jou heen, hè? Wat heb jij gemaakt? Chocolade. En zijn ze goed gelukt? Heb je ook wel even geproefd? Ja, ik heb ze wel geproefd, ze waren heerlijk, dus gefeliciteerd. Oma Joke. Oma Joke. Van de Buitengaards. Ja, oma Joke, die wou ik ook even bedanken, die heeft... Die woont vlak bij ons in de Buitengaards, hè? Die heeft een klein... Weet je waar de staat zijn? Het zijn er zoveel, hè? Dus die wil je ook graag even op de foto, hè? Want je hebt ons ook goed geholpen. Voor mij ook een klein cadeautje. En een applaus natuurlijk. Voor mij, Hebben de piep? Ja.